allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Mouse Brownie. Ik ga vandaag voor jullie vloggen. Ik ga niks bijzonders doen, maar ik dacht, weet je, laat ik maar gewoon weer eens gaan vloggen. Het is al 2:15, het is al best wel laat. Later naar de manege, want om 3:00 is er een afscheid, want een instructrice gaat bij ons weg. Maar daar gaan we niet heen, want ja, ik heb mijn best van de gat, al die zon. Dus ja, we gaan nu gewoon nog wat thuis doen. En ja, geen idee wat ik nog verder ga doen. Maar ja, wat ik aan heb is nu mijn onesie. Heel mooi. Mijn Pikachu onesie. Die heb ik nieuw. Dus ja. Oh, wacht even. Dat heb ik aan. En dan heb ik hieronder... heb ik een rijbroek, blauw van, ik weet niet waar het staat, hier van Kentucky. En ik heb een shirt van Kentucky aan. En mijn sokken, ja, die zijn gewoon van de Carwai of zo. Ik weet niet eens meer waarvan ze zijn. Maar ja. Sorry dat er vorige week geen video online kwam, maar dat kwam omdat ik best wel druk had met school. Dus ja, ik ga nu weer proberen om iedere keer een video te uploaden. Ik heb ook een nieuw Insta-account. Dat is geen paarden-Insta-account, maar een fotografie-account. Ja, dat zal ik wel nu even in beeld laten komen. En ja, ik maak gewoon foto's, dat maak ik gratis in de omgeving van Noord-Holland. En ja, dat doe ik. Oh, die zon is echt vervelend. Maar goed, ja. Ik mag nu dus weer rijden. Voor degenen die mijn Insta hebben gezien, voor degenen die geen Insta hebben, zal ik het even vertellen. Je moet even in het i'tje, ik weet niet waar die is, volgens mij hier. In het i'tje even kijken, daar zit de link naar de update video. Daar heb ik uitgelegd wat er toen met mij gebeurd was met Brownie. Dus dan moet je dat maar gewoon even kijken. Dat is nou iets van 3 maanden geleden. En 2 maanden geleden toen het 2 maanden daarna was, na dat ongeval zeg maar. Toen deed het nog steeds heel veel pijn. Dus toen zei de dokter van ja, dan mag je een maand lang niet rijden. Dus ik mocht een maand niet rijden. Deze video komt op zondag online, dus vrijdag, dus de vrijdag voor zondag, ben ik naar de dokter geweest. En die zei, ja, als er toch niks verandert, mag je wel gaan rijden, maar je moet wel naar de neuroloog toe. Dus ik moet naar het ziekenhuis binnenkort, maar dat is waarschijnlijk pas over 3 weken, want het is daar best wel druk. Dus ik weet nog waar de microfoon zit hier. Volgens mij hier. Nou, ik weet het niet. Hoop niet inzoomen. Maar goed, ik mag. Gisteren ben ik weer voor het eerst wezen rijden. En het ging best wel goed. Dus ik ga vandaag weer rijden. En ja, ga ik ook een paar foto's maken. En ja, dat is het wel. Dus veel kijkplezier. En ik heb ook iets nieuws ontdekt. Dit zijn lederdoekjes of leerdoekjes. En daar hoorde ik best wel veel mensen al over. Maar ja, ik wist nooit of het wel werkte. Maar het werkt dus heel goed. Oh, wat zit hier voor de camera? Een zwart stipje. Oh my god. Maar goed. Dit heb ik al gebruikt. Voor mijn laarzen. Dit zijn mijn wedstrijdlaarzen. Oh. En die heb ik even schoongemaakt. En dit zijn mijn gewoon rijlaarzen. Maar die rijlaarzen is de rits van kapot. Dus die moeten we nog even laten maken. En ja. Nou, nu zien jullie even beter wat ik aan heb. Dit Kentucky shirt met op de achterkant ook. Deze blauwe Kentucky broek. En
deze Decathlon. Ja, bruine sokken, grijs. Weet ik niet precies. En ja, deze broek zit best wel hoog. Maar het is wel, zit wel lekker. Dus dan ga ik nu naar bruin. Nou, daar ben ik nu. En we gaan nu naar stal. Even de radio wat zachter. En ja. Het is... Ik dacht dat het veel kouder was, maar dat is het niet. Het is plus 4 graden. Dus ja, dat is mooi. En dan... ja, het is nu 3:30. Dus ja. Nou, tot straks. Had je zoef ook gedaan? Nou, ik heb net gereden. Ik begon met buiten rijden. Maar, en daar hebben we even een paar foto's gemaakt. Die laat ik straks even zien. En toen, daarna ging ik toch maar naar binnen. Want hij was wel een beetje druk buiten. Want hij heeft al best wel lang niet buiten gereden. Eigenlijk ook denk ik wel een maand niet. Ja. Nu zijn we maar aan het aftuigen, zeg maar. Afzadelen. En is hij lekker aan het eten. En... ja, volgens mij ga ik nu verder niet meer echt wat doen. Ja. Dus, oh, ik film met mezelf ook. Dus ja, waarschijnlijk ga ik nu niks meer doen. Ik hoop toch even dat hier iemand binnenkwam. Maar, ja. Ik ga nu niks meer doen. Dus dan sluit ik bij deze de vlog af. Ik hoop dat u het toch nog een beetje een leuke vlog vond. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En even ja, te abonneren. En dan tot de volgende video.